Hey allemaal, mijn naam is Maren Stoffels en gisteren had ik een mega winactie op mijn Twitter, Facebook en Instagram. En nu is het tijd voor de uitslag. Het eerste boek dat ik ging verloten was via Facebook. En via Facebook heeft er een meisje meegedaan dat zelfs haar ouders heeft ingezet om de prijsvraag te kunnen winnen. Haar ouders veranderden hun profielfoto in omdat jij anders bent. En dik respect voor die ouders. Het is gelukt, want jullie dochter Brechtje Muiser heeft het eerste exemplaar gewonnen. Brechtje, gefeliciteerd. Nummer 2 was via Instagram. Via Instagram heeft er een meisje meegedaan dat zoveel mensen mij heeft laten taggen dat mijn telefoon ongeveer ontplofte aan de meldingen. En je hebt hem dik verdiend hoor. Het tweede exemplaar is gewonnen door Milou Twinkel. Gefeliciteerd. Deze komt jouw kant op. En het derde en laatste exemplaar verloot ik via Twitter. Het antwoord op die prijsvraag was natuurlijk Astrid Lindgren. Aan haar droeg ik dit boek op. Maar er waren heel veel goede antwoorden, maar wie heeft hem nou gewonnen? Dat is iemand die al heel vaak heeft meegedaan aan de prijsvraag. En ik ben heel blij dat ik eindelijk een keer iets naar je op kan sturen. En dat is geworden Tamika Doornbos. Ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. Het is wel een hele mooie naam trouwens. Wie weet ga ik hem ooit een keer in een boek gebruiken. Het laatste exemplaar is voor jou. De drie meiden die hebben gewonnen mogen hun adres mailen naar maren-stoffels@hotmail.com. En dan komen deze gesigneerde exemplaren vanzelf jullie kant op. Heb je nou niet gewonnen? Treur niet. Binnenkort komen er gewoon weer nieuwe prijsvragen aan. En in ieder geval heel erg bedankt voor het meedoen en tot snel. Muah.